Op een zaterdagmiddag hoorden we hierachter op Leuven stond Duitse schut. En Engelse jagertjes waren hier in de omgeving altijd te zoeken naar Duitse bewegingen. En ze wisten ook dat daar een geschut stond. Dus dat was ook, want als die vliegtuigen uit Engeland vandaan die bommenwerpers overkwamen, werden ze van hieruit altijd beschoten. Dus die Engelse jagers waren altijd op zoek naar een geschut en dan schoten ze, doken ze onder. En dan begonnen ze te schieten. De Duitsers die hadden nepgeschut een kilometer verder, westwaarts, neergezet, van hout gemaakt en camouflage net erover. Het altijd een beetje wapperen. En dat weet ik zo goed, want wij hadden een hand liggen, die kwam daar dikwijls. En dan, als dan die Engelse jagers doken ze op dat nepgeschut. Dat was een lokkertje voor de Duitsers. En dan konden ze die vliegtuigen goed beschieten en hun waren veilig dan. En ook op een keer, drie jagertjes, die hadden zeker een opdracht gekregen om dat geschut hier op Leuven nog een keer extra te pakken te nemen, want het bleef maar irriteren als die Engels overkwamen met die bommenwerpers, dat ze zo zwaar beschoten werden. En dus die waren aan het zoeken naar een geschut. En die drie Engelse jagertjes, die kwamen eraan, waren er dichtbij. En die draaide van Leerdam vandaan zo richting Leuven en begon één voor één in duikvlucht te schieten op dat geschut. Later bleek, dat weten we niet, was dat nou maar geschut, niet op het echte geschut. En die, als ze dat optrokken weer, dan de Duitsers die schotten ze weer achteraan natuurlijk. En dat gebeurde tot de derde keer draaiden ze weer rond en doken weer omlaag en weer schieten en toen weer omhoog. En de derde die werd aangeschoten en die vloog in vlam. Maar hij trok toch op, die piloot sprong eruit. En met het vliegtuigje, dat ging al lager en lager en al veel brandend en kwam dichter aan de dijk aan. En op het land, eindje voor de dijk, stuitte hij op het land en stuitte weer omhoog. En nog een keer, tot die tegen dat huisje kwam aan de dijk. En toen vloog alles in brand. En het was één vuurzee. En het huisje, dat dak van het huisje, dat schoof over de dijk met een gedeelte van het vliegtuig. En toen ben ik er naartoe gegaan. Er stonden een paar mensen meer uit de buurt. En dan keek je zo in het brandend huisje en daar lag die man van de meid helemaal verkoold al. En er waren ook twee dochtertjes in huis. S'morgens zat mijn vader met die man te praten en die zou s'middags naar braak gegaan. Nou, een heel triest verhaal. Eén dochtertje was doodgedrukt, bleek later, zat tussen een paar muren in. Het andere dochtertje was waarschijnlijk boven op zolder en is met het dak mee over de dijk heen geschoven. En er is praktisch niks voor teruggevonden. Ja, ook zeer leuk toen. Ja, ik zie die man nog voor me liggen.